En dan nu? Je kunt een paard naar het water leiden, maar je kunt het niet dwingen te drinken. Hallo kijkers. Van de week was er bij de VARA het item op de televisie over het Stationsplein. En dat was natuurlijk voor de makers onmogelijk om 20-jarige pruts in een aantal minuten samen te vatten. Ze hebben een paar problemen laten zien die er op het plein zijn. En het item was al meteen achterhaald, want van de week kwam ik op het station en zag ik dat het heggetje wat tussen de twee trapleuningen geplaatst is om daar het doorlopen te blokkeren, alweer weggehaald is en vervangen door een hekje. Het is ook onmogelijk om het hele plein te beschrijven in al zijn geuren en kleuren en zijn mistoestanden, omdat er probleem op probleem gestapeld wordt. En er is weer een nieuw probleem veroorzaakt. Tegenwoordig mag je namelijk niet meer rechts afslaan op de Old Barneveldstraat. Je moet daar naar links. Ze hebben een eenrichtingsstraat ervan gemaakt. Dat ondervonden twee politieagenten die het Stationsplein op wilden rijden. Goed, hè? Ongekend. Jullie willen het Stationsplein op, hè? Hoe gaan jullie dat doen? Ja, nou, wij hebben natuurlijk ontheffing. Wij mogen dit doen, maar of het de schoonheidsprijs verdient, dat geloof ik niet. Nou, laat eens even zien hoe het niet moet. Ja. Dankjewel. De situatie was voor beide agenten ook onoverzichtelijk en een van de agenten vroeg zich dan ook terecht af. Wat verdienen die mensen eigenlijk die dit verzinnen? Ik denk dat ik de wethouder het binnenkort maar eens zelf ga vragen. Kan ik zo'n algehele ontheffing aanvragen om hier ook naar links te kunnen? Moet je gaan werken. Ja. Nee, maar dit is natuurlijk niet schoonheidsprijs, laat dat eerlijk zijn. Erg, hè? Maar het hele gebeuren hier, dat is wel heel bijzonder. Maar... Bedankt, hè. Dag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Het kan niet waar zijn. Ik zal het doorsturen.